Ik ben Willem, weerwolf Willem. Speel de hoofdrol in de film. Weerwolf Willem, weerwolf Willem. Een weerwolf kan een leeuw door midden knagen. Een weerwolf kan alle boeven verjagen. Een weerwolf kan harder rennen dan de trein. Maar een weerwolf zal ook lief voor zijn mama zijn. Ik ben Willem, weerwolf Willem. Stil de hoofdrol in de film. Weerwolf Willem, weerwolf Willem. Die oma van jou was toch zo'n schat. Ja, maar ik heb er nog een. Ze hield te veel van de kleine jongens. Zal ik even meelopen? Die oma de beste heeft gewoon een heel fijn leven gehad. En de laatste tijd sliep ze alleen nog maar eigenlijk. Nou, alleen maar slaap vind ik wel scheten, hè? Eerder ontploffingen. Ik kan ze overal horen. En ruik ook. Jongens, we gaan nog wat drinken in het café. Kom. Ik kan niet mee, ik moet naar de studio. Jij gaat bij mij mee? Eigenlijk raar, hè? Dat de beste je achterblijft. Ja, dat is heel raar. Dat vind ik ook. Ja. Zou je nou echt voor eeuwig blijven? Ja, wat is eeuwig? Ja, ik weet het niet, jongen. De botten die blijven zo wel lang in die kist liggen, maar of dat eeuwig is, weet ik niet. Als het goed is, is de ziel nu ergens... En in de hemel of zo? De hemel? Dat weet ik ook niet, de hemel. Want, ik weet nou precies wat dat dan is. Wat denk je dat de hemel is? Blijf we gaan even zitten. Ik kan je nog even wat vertellen. Dus, Sherida en ik... gisteren na de begrafenis en zo wilden we er niet over beginnen, maar... Ja, pap, misschien nog maar op. Ik moet weg. Je gaan jullie scheiden, trouwen, ruimteschipje vliegen, weet ik veel. Wat is er? Wij zijn zwanger. Wat? Neem je een kind? Ja, als je zwanger bent, dan neem je een kind. Nou, dan neem je geen kind. Dan krijg je een kind, als het goed is. Ja, en ik mocht geen hond. Wat bedoel je? Ik wou een pitbull en nou nemen jullie opeens gewoon hup, kind. Een hond is toch... Dus jij hebt liever een hond dan een kindje? Had je ook liever een Deense dog dan mij? Wie heeft het nou over een Deense dog, Willem? Ja, een Deense dog en een pitbull zijn toevallig wel hetzelfde, hoor. Hé, hey, jongens, we hebben het over baby's, niet over honden. Ja? Een hond is heel wat anders. Die moet je bijvoorbeeld elke dag uitlaten. Ja, een kind niet of zo met zo'n buddy. Ja, hey, genoeg, ja? Ik dacht dat je het leuk zou vinden. Nou, ik vind het fantastisch. Ik lach met de pleffer, echt waar. Heel leuk. Ah, Mick. Vind je het ook erg om een broertje of zusje te krijgen? Ja, natuurlijk niet, hoor. Had je ook liever een hond gehad? Nee. Maar, ja, zoals jullie voor oma, want nu weet ze niet dat jullie een kindje krijgen. Nou, lievertje. Ze wist het wel. Ja. Ja, we hebben het er nog verteld voordat ze doodging. Ze zei dat ze God zou vragen of het dit keer een meisje mocht worden. Dat je dat kon vragen. Wat is eigenlijk mis met de jongen dan? Nou, daar zijn we helemaal niks mee. Zeker niet als het er zo eentje wordt als deze hier. Maar jongens, ga even liggen. Ja. Hé, maar eens lekker lekker klein kipje van me. Dan ga ik er lekker bij liggen, even. Kippetje. Van voor naar links naar rechts. Hoger! Van voor naar achter en links naar rechts. Van voor naar achter. Hij vindt het goed, Willem. Het wordt een meisje, meisje. Willem. Yo, slaapkop. Hey, Willem. Hey, weerwolf. We moeten op dat halen, man. Willem, voel. Hoi. Hey, Mick. Hey. Hoi. Hoi, alles goed? Ja, lekker met jou? Ja, ook goed, hè? Hij is lekker. Oh,
Waarom giechelen meisjes eigenlijk altijd? Ik weet niet. Doen zulke meisjes gewoon. Zeg maar. Mag ik 4 patat, een hamburger en 2 bananenbroodjes? Met satésaus, oorlog. 2 met. Met uitjes. 2 oorlog. Zonder uitjes. Hamburgers. Zij halen hem. Dikke burger, man. Ja, die moet ik gewoon een pakketje nemen. Lekker ranzig, man. Jij, hè? Jij weer, hè? Ik zag jou weer open, man. Maf, Kees. Heb jij dat kroketje daarin gelegd? Hé, wat? Heb jij dat kroketje daarin gelegd? Dove lul. Hè? Huh? Hey, het is maar een kroketje, man. Het is maar een kroketje. Vind je wel grappig, hè? Huh? Ja, je... Jongens! Hey. Hey, schatje. Alles goed? Hey. Nee? Ja. Kom, kom. Hey Willem, regel jij even die patat? Oh nee, waar ga je naartoe? Hey. Hey jochie, je patat is klaar. Dat is 10 euro. Maar ik heb geen geld. Zie? Ik heb geen geld. Denk jij dat ik hier voor mijn lol sta? Nee. Nee. Hangt hier ergens een bordje? Hm? Gratis patat af te halen? Nee. Opsluiten. Neil, ik betaal al. Hier. Mag ik hem? Mazzel. Dank u wel. Dag. Doei. Nou, dat is nou aardig van je. Nou, hè? Dat weten we pas over 5 maanden. Zo lang nog?
Ja, dat weet je toch wel. Zwangerschap duurt 9 maanden, hè? Hey. Heeft die jongen eigenlijk voorlichting gehad? Tuurlijk heb ik voorlichting gehad. Welk verhaal willen jullie horen? Van de seksboekjes of van de biologieles? Jezus. Wel lekker. En, wat zijn we hier aan het doen? Oh, Willem. Hey. Waar even rusten. Naakt. Oeps. Hij zat heel strak. Dankjewel. Zat hij daar? Ja. Lief is, hè? Doei. Doei. Goed? Sorry dat ik af en toe zo met Tanja en zo bezig ben. Oh, ik denk dat ik erop ga. Ja? Wie is dat? Kijk door het raam. Zie je te zoenen? Ja, liever. Iedereen houdt van Willem.